Uit 92, de legendarische sprong van Eddie Vedder van Pearl Jam. Waar later heel veel over geschreven is en heel veel over gepraat is ook. Want het was achteraf toch allemaal doorgesproken met de cameraman daar. Maar je was als de dood, hè, toen het gebeurde. Oh ja, absoluut. Stel je voor al die mensen wijken en meneer Vedder maakt inderdaad een fatale duik. En we krijgen een dwarslies. Nou, dan staan we mooi klaar. Iemand met zo'n conditie, die staart het gewoon terug. Nee, blijkbaar. 81 U2, dat was volgens mij het optreden waarbij Bono zei: "You're not supposed to know us." En het stond ineens. Wereldberoemd. Na het festival. Nee. Maar ik heb dat wel vaker meegemaakt. Ik zie nog Mark Knopfler onder zijn armen doorkijken en naar die menigte van 50.000 en hij zei, oh my god, dat soort zaken, dat is wel prachtig. Ja. En later dan worden ze zo groot en zo beroemd. En daar komt toch dat imago vandaan van Pinkpop, dat wij altijd grote groepen gehad hebben. Nou, nogmaals, heel duidelijk, vooraf waren al die namen niet groot. Ja. Nog Prodigy, nog Alanis, nog Pearl Jam, nog U2. Ik bedoel, U2 was absoluut zo klein. Toch als je kritisch bent, dan kun je zeggen, ja, het wordt wel heel veel herhaald. Want Faithless komt terug, Urban Dance Squad komt terug, Skunk and Nancy komt terug, Alanis Morissette, ze komen allemaal weer. Ja. Ja, dus met het oog op vernieuwing is er wel wat achtergebleven. Nou, ik denk dat het eerder toegeschreven kan worden aan de trend op dit moment van de popmuziek. Er komt vrij weinig nieuw goed talent. Ik denk dat we even een dip hebben op dat vlak. Misschien is het volgend jaar allemaal snelle starters die op Pinkpop staan. Maar ik vind dat we een band die in de korte tijd even evolueert, zoals Faithless, ja, dat kun je niet negeren. Dan ben je niet goed bezig. Ik vind het heel mooi om zo'n evolutie te laten zien. Hoe zo'n band van een kleine tent, bij wijze van spreken, podium, kan groeien tot main stage. Dat is toch prachtig om te zien. Staat er ook een centrale gedachte achter namens alle festivalorganisatoren van Europa? Bijvoorbeeld, we gaan die band proberen te breken via de Europese festivals, of staat dat niet? Nee, dat gebeurt echt niet. Op die manier gebeurt het niet. Het is toch bij alle festivals, natuurlijk in gedeelten is het de trend volgen en kijken wat is er bezig. Ik bedoel, we zijn zover met deze vorm van cultuur echt intensief bezig. Zeker de mensen van de programmacommissie. Maar van de andere kant, dat is al 100 keer gezegd. Het is ook leidzaam afwachten wat ons wordt aangeboden. Het festivalseizoen bestaat uit 3 delen. Het voortraject, daar zitten wij gelukkig in. Met Rock am Ring, Rock im Park. De 2 grote Duitse festivals, waar overigens ook heel druk geweest is. Onze vrienden in Eindhoven, Dynamo Rock natuurlijk. Nou, we hebben het geluk dat er gelukkig veel artiesten in de Pinksterperiode willen komen spelen. We krijgen de middengedeelte met Werchter en Glastonbury. En we weten ook weer Roskilde. En dan krijg je het slot van het seizoen met Redding in Engeland, met nu Lowlands en met bijvoorbeeld Pukkelpop in België. Nou, het is eigenlijk afwachten. Welke periode gaat een band op tournee? Okay. Jan, ik wil nog even met je in het verleden duiken. We beginnen in 1979 en je zei het zelf, de Police. Lijkt me erg mooi om dat er even terug te vallen. Something so I don't die. Novocaine for the soul. Novocaine for the soul.
door de Eels en daarvoor Red Hot Chili Peppers uit 88 en natuurlijk de Police 79. Als je moest kiezen, welke vond je het mooist van deze drie? Eels. Ja? Ja, dat vind ik mooie muziek. Onverwachte keus. Toch nee, niet Police? Dat soort muziek. Nee, ik vind Eels toch, dat heeft iets meer. Ik hou van dat soort muziek. Vroeg je eerder of het nog leuk is om een festival te organiseren. De lol ervan, die heb je een beetje kunnen uitleggen. Kleeft er ook nadelen aan op dit moment? Meer dan vroeger? Ja, nadelen. Ik denk eerder. Ja, het is maar hoe je. Nee, ik weet niet precies hoe ik met die vraag moet omgaan, moet ik zeggen. Als je bedoelt nadelen in die zin dat er veel te veel regels gesteld worden. Waarin. Een soort kader waarin het festival georganiseerd moet worden, dan zeg ik van dat zijn vandaag de dag wel wat nadelen. Over wat voor regels heb je dan? Nou, van alles. Dit mag niet meer, dat mag niet. Het heeft natuurlijk over geluidsrestricties, aanmaakstijden, sluitingstijden. Dat komt wel. Het is nu na dit succes natuurlijk altijd heel moeilijk om over dit soort nadelen te spreken. Maar ik heb wel eens geroepen. Een popfestival als Pinkpop, maar dat geldt ook voor een heleboel andere festivals zoals Roskilde en Glastonbury. We zijn per Hofvereniging in een keer opgericht omdat we het leuk vonden uit de maatschappij te stappen en onze eigen maatschappij te creëren. Ja. Zo van peace en freedom en alles en fuck de rest. En nu is het zo dat die maatschappij al zo onwaarschijnlijk achtervolgt. We mogen dit niet meer, dat niet meer. Ik weet niet of je het weet, maar er schijnt een noodopkomst te zijn waarin komt te staan hoeveel toiletten er moeten staan bij evenementen. Nou, dat schijnt een hele nood van te zijn. Nou, dat wil ik wel eens meemaken dan. Maar als ik zo rond heb gekeken, heb ik ze allemaal gezien hoor. Het ja, is ongelooflijk veel geen problemen hebben, maar ik bedoel, we zijn ermee bezig. Nog één Time Warp, zoals wij die hier noemen. Te beginnen met Focus uit 72. De tweede keer dat ze er waren overigens. Smashing Pumpkins uit 94 en Mink Deville 82. We begonnen dus met die hele jonge Focus. Wat heb je nou gezegd vanavond tegen de mensen van Faithless toen ze klaar waren? Heb je nog iets tegen ze kunnen zeggen? Nee, ik heb niks tegen ze kunnen zeggen, eerlijk gezegd. Het enige waar ik al die dagen mee gesproken heb is met die zanger van Underworld. Ja. Verschrikkelijk aardig jongen. Carl Hyde. Ja, absoluut aardig jongen. Nee, is het enige. Ik heb er eerlijk gezegd geen tijd voor. Ik vind ook niet dat ik die artiesten moet belasten. Morgen zien ze weer een andere promotor. Ik bedoel, het is zelfs geprijsd tot de hele wereld rond. En, heb je gekeken naar Faithless? Absoluut. Heb je naar het publiek gekeken? Ja, absoluut. Ja, dat is een bom die barst, maar een fantastische bom die barst. Toen we samen naar Faithless gaan kijken, die blazen het programma uit in de komende, wat zal dat zijn nou, zeg, ruim 20 minuten. Slotact van Pinkpop 1999.